Mark, dat mij opvalt is dat de zoomlengte van de bovenrok en de onderrok is niet gelijkwaardig aan elkaar. Dus de ene is die langer, de andere is die iets korter. De blinde rit zit er keurig in. Alleen middenachter heeft hij hier een beetje veel ruimte over. Dat had iets getailleerd kunnen worden. Dat kan je ook zien. Dan valt hij gelijk wat kittiger. Dankjewel. Nou, qua ruitjes is in ieder geval heel erg goed. Het is absoluut hot deze winter. Maar ik had van ruitjes. Ja, maar ik had van ruitjes. Nou, dan hebben wij een streepje voor bij Mark. En kijk eens naar de zoom. Schattig. Mooi gemaakt. Zuiver gewerkt. De blinde rits. Waar zit die? Hij is zo blind, ik zie hem niet. Ah, hier is hij. Ziet er mooi in. Mooi. De lijn loopt hier mooi door. Dat is ook belangrijk. Prima. Wat hier hetzelfde is als het andere jurkje. Het lengteverschil tussen de onderjurk en de bovenjurk is niet gelijkwaardig aan elkaar. En als je omdraait, zie je continu het verschil. En hier loopt hij er zelfs nog onderuit. De blinde rit zit er mooi in. De lijn in de taille, zeg maar, die loopt mooi door. Alleen jammer, je hebt een zakje hier zo. Ja, we hadden een opdracht. Sexy. Heel mooi. We beginnen maar met de blinde rits, want dat was de opdracht, hè? Die zit achter. Die heeft ze er netjes ingezet. Mouwdetail vind ik knap verzonnen. Heel vrij. Maar wat opdracht betreft vind ik dit toch heel erg letterlijk vertaald qua Barbie look. Het is natuurlijk echt knalroze in een extreemste vorm. Hier zit de blinde rits in verwerkt. Ziet er netjes uit. Hier heeft ze ook netjes gewerkt in de deelnaad. De stofverschillen die je hier ziet, dat loopt netjes door. De halslijn. Zoals je ziet begint het doorstikken van de halslijn hier op ongeveer een centimeter. En die loopt door en die eindigt hier op een halve centimeter. Dat is jammer. Dankjewel. Ik zie dit gewoon als trendy. Ik zie het in de winkel hangen. Ik zie mijn vriendinnen dit meteen kopen. Maar de volgende keer wel zorgen dat de zakken op de gelijke hoogte zitten. Jammer. Voor de rest zit hij er wel mooi ingestikt. De blinde rits is bijna blind. Je ziet hem namelijk. Dus dat was niet de bedoeling. Klein detailje, ja, dat moet je daar leuk vinden. Ik vind dat niet zo gepast bij je kruishoogte. We hebben allebei een paar steekjes laten vallen. Ja, daar leer je van en morgen gaat het alleen maar beter worden. Country meets Barbie. Ja. Hier zit de rits in. Nou, die hebben ze heel netjes erin verwerkt. Je ziet hem niet. Hier zie je alleen het labeltje nog van die rits, maar hij zit er keurig in. Jammer vind ik wel dat de ruit niet doorloopt. Ze hebben een kapmouwtje gebruikt, met een afgebiest met een goudband. Nou, dat is natuurlijk een heel lastig band. En dat hebben ze keurig gedaan. Leuk jurkje, maar ik heb echt helemaal niks met die strik. Maar qua jurkje vind ik hem echt bloedmooi. Sexy, kort. Tikkeltje knipoog naar Barbie. Het is wel echt volgens de opdracht, hoor. Het mouwtje. Als ik het zo voel, zit hij redelijk strak. Waardoor het lijkt of hij pisfoutjes hier heeft. Maar er zit... Wat? Pisfoutjes, ja, dat zijn kleine valse plooitjes die er niet horen te zitten. Oh, gelukkig. Het is een blinde rits, maar die wijkt hier wel ietsje. Er zit iets te strak erin gezet. Halslijn heel vrij. Ja, ze hebben zich heel strak aan het patroon gehouden. Hè? Ja. Het is echt precies wat het is. Het is wat het is, ja. Inderdaad, dat klopt. En ik hoorde ook zeggen dat het voor Maxima geschikt was. Persoonlijk vind ik het wat meer voor de moeder van de bruid. Ja. Oké, de halslijn zit er mooi in. De mouw zit hier iets te strak, het ondermouwtje. Daar kan ik amper met mijn vinger onder. Dus ik neem aan dat het met aantrekken ook wel lastig is om over je vuistje heen te krijgen. De rit ziet er heel fraai uit. Hier hebben ze nog wat ruimte over, dus het had ook ietsje getailleerd kunnen worden. Ik vraag me een beetje af waarom de sjaal erbij gehaald hebben. Want ik vind zo'n jurkje kan natuurlijk op zichzelf staand al genoeg zijn. Maar misschien hebben ze wat te verbergen. Daar moet jij wat over zeggen. Oké. Okay. Dat is allereerst over de blinde rits, want dat was natuurlijk de extra opdracht. Die zit hier. Alleen is die niet blind. Wat ik heel jammer vind, is dat de zoomlijn afschuwelijk is. Ja. Het spijt me dat ik het moet zeggen, maar ik vind het er gewoon niet uitzien. De halslijn wipt hier omhoog, is ook niet zuiver gewerkt.
achter wel. Als ik die stola even afdoe, dan schrik ik ook. Te veel ruimte. Dat is gewoon niet goed. Nee, het zag er niet uit. Nee. Zoals het eruit hoort te zien. Zelfkritiek is belangrijk, tenminste, zolang je het oordeel van de jury overleeft. Zij bepalen welk jurkje rijp is voor het park en welke voor de schaar. Welk duo moet vanaf nu alles geven om de eerste ronde te overleven? De jury was het unaniem eens dat de jurk met de mooiste naam, Strawberry Fields Forever, de slechtste was. Zijn wij het ook mee eens? Voor de volgende ronde moeten jullie er echt harder aan gaan trekken. En vooral netter gaan werken. Ik denk dat dat vooral de boodschap is. En dan nu de winnaar. Degene met het mooiste korte sexy jurkje. En met de mooiste blinde rits ever. Zij. Kesban en Arazu. Gefeliciteerd. Jullie krijgen tevens een privilege voor de volgende ronde, dus dat komt wel heel lekker uit, hè? Echt super. Is dat de eerste ervaring? Minste ervaring en bij de eerste opdracht nummer 1. Onze creaties gewoon gekozen. Ja.